Ideeën zijn vaak snel geboren en kunnen makkelijk aan je voorbij gaan. Als medewerker van GGZ Breeburg kun je invloed hebben over de uitkomst van zo'n idee. Neem bijvoorbeeld je werkoverleg. Bespreek hierin wat je anders wil en hoe je dat gaat aanpakken. Ga je dit alleen doen? Of zijn er collega's in je team die je kunnen helpen? Heeft jouw team ideeën over het verbeteren van de huidige werkomstandigheden? Ga dan in gesprek met de ondernemingsraad of de onderdeelcommissie. Medezeggenschap bevorderen is een belangrijke rol van de ondernemingsraad. Dit doen we door teams te ondersteunen in hun ideeën. Fakkeldragers zijn hierin erg belangrijk. Zij zijn het aanspreekpunt van de ondernemingsraad. Ze verbinden de werkvloer met de ondernemingsraad en de onderdeelcommissie. In eerste instantie geven ze laagdrempelige mening en hebben zo invloed op besluiten en beleid. Als je als fakkeldrager meer inbreng wil hebben, sluit dan aan bij een project. Je krijgt dan ondersteuning en coaching van de ondernemingsraad. Een volgende stap naar meer medezeggenschap kan zijn dat je je aanmeldt voor een flexibele OC-zetel. Dan maak je afspraken over de duur en over het onderwerp waaraan je wilt deelnemen. Het is niet altijd nodig om volledige kennis over het onderwerp te hebben. Maar het is wel belangrijk dat je het geluid van je collega's kunt laten horen. Er zijn verschillende opties om als medewerker invloed op je werk te hebben. Zo denken we samen na over het werk van morgen.